Hallo, ik ben Jan Vonk. Samen met mevrouw Amineke heb ik in Goudriaan VUF Boerderij De Verwondering. Daar hebben we een melkveebedrijf met 68 hectare veeweidegrond. En dan melken we 110 koeien met 35 stuk jongvee. Nou, alle 68 hectare die we hebben, dat is gras. In het verleden hebben we wel maïs geteeld, maar de draagkracht van de grond vinden we een te groot risico om dat voort te zetten. We hebben een extensief grasbedrijf waarin we de koeien ook alleen gras voeren met alleen krachtvoer. Geen bijproducten. We kopen eigenlijk ook niets aan. We zijn zelfvoorzienend wat betreft gras. Weidegang is een heel belangrijk onderdeel op onze boerderij. Sinds 28 maart lopen de koeien dit jaar buiten. En sinds half mei lopen we ook dag en nacht buiten. Vandaag op 1 september lopen we nog steeds dag en nacht buiten. En dat betekent toch dat we nog een 10 kilo droge stof aan vers gras in de koeien krijgen. Voor het weiden maken we gebruik van nieuw Nederlands weiden. Dus regelmatig omweiden. Iedere twee weken wordt hier vers grasmonsters genomen en onderzocht. En eigenlijk gedurende de hele zomer zitten we al op 200 gram ruw eiwit. Eind juli hebben we voor de laatste keer kunstmest gestrooid. En de hoge eiwitwaarde bereiken we nu vooral door de goede inzet van drijfmest. Dat betekent water mengen in de put. Drijfmest uitrijden met sleepslangmachine en daarbij ook water bijmengen. Dit brengt ons tot een eiwit van eigen land van 90% in de kringloopwijzer. Op een extensief grasbedrijf heb je voldoende eigen ruwvoer. Het is heel belangrijk om je eigen ruwvoer zo goed mogelijk in te zetten, zo efficiënt mogelijk te benutten. We doen dit vooral door heel veel gras te voeren. En als voorbeeld noem ik, dit voorjaar gingen we naar buiten op 28 maart. Voorheen zaten we in de winter op 26 kilogram krachtvoer per 100 liter melk. En na twee weken weidegang zaten we op 17 kilo krachtvoer per 100 liter melk. Door een hogere productie, maar ook door minder krachtvoer te voeren. Doordat we veel ruw eiwit in het eigen gras hebben, kunnen ook de krachtvoer veel lager. En zelfs op dit moment zitten we nog op 95 ruw eiwit in het krachtvoer. Dat betekent ook een andere prijs van je krachtvoer, doordat er veel energie in zit en weinig eiwit. Deze zomer konden we de krachtvoerkosten beneden de 5 cent per liter houden. En dat betekent heel veel voor het saldo. En ja, het saldo zijn we toch voor bezig. Dat betekent niet dat je de hoogste melkproductie hebt, maar ik denk wel een slag in het saldo hebben kunnen maken door efficiënter inzetten van gras. In het veenweidegebied is het denk ik heel belangrijk dat we koeien blijven weiden. Dat we zichtbaar blijven met de koeien. Daarin hebben we een maatschappelijke functie. Anderzijds is het veeweidegebied een uniek cultuurlandschap. Dat willen we graag in stand houden. En daardoor doen wij ook slootkantbeheer. Verzorgen we onze sloten goed. Is er ruimte voor weidevogels. En op die manier hebben we ook onze maatschappelijke functie ingenomen. Wij merken dat ook op ons bedrijf zelf, door onze tweede tak, Bed & Breakfast. Gasten vragen ernaar, koeien in de wei. Gasten willen we ook laten zien wat het is om koeien in de wei te hebben en om te gaan met dit cultuurlandschap. En dat wordt erg gewaardeerd. Ik wil de kijker uitdagen om gras echt een kans te geven op je bedrijf. Gras heeft ons heel veel gebracht, ook echt vooruit geholpen. En ik wil de kijker uitdagen om die weg met mij verder te onderzoeken.